over uw figuren en de oppervlakte. Wat gaan we moeten doen? We gaan de gelijkvormigheidsfactor moeten berekenen van een driehoek. Ja? En die heeft een oppervlakte die 36 keer groter is dan de oppervlakte van een gegeven driehoek. Ja? Dus ik heb eigenlijk een grote driehoek en daar gaan 36 gelijkvormige kleine driehoekjes in kunnen. Ik ga ze nu niet allemaal gaan tekenen. Ik heb hier nu 4 getekend. 1, 2, 3, 4. Ja. En zo kunnen er 36 in. Ja. Dus wij gaan de gelijkvormigheidsfactor moeten zoeken. Dat wil dus zeggen, hoeveel keer groter is de zijde van die grote driehoek ten opzichte van de zijde van zo'n klein driehoekje. Dus we gaan werken met de oppervlakte. Ja. We weten dat de oppervlakte, of dat het verband, de oppervlakte van gelijkvormige figuren k kwadraat is. Hè, onze gelijkvormigheidsfactor tot de tweede macht. Dus de formule zegt, k kwadraat is de oppervlakte van het beeld ten opzichte van de oppervlakte van het origineel. Dan krijgen we, als 1 het beeld 36 keer groter is dan het origineel, ja, dan zeggen we 36 op 1. Dat is de verhouding. Dus k kwadraat is 36. Als k kwadraat 36 is, dan is k de vierkantwortel van 36. En als we een tweede macht naar het andere lid brengen, dan wordt dat een vierkantwortel. Of k is dus 6. Dat wil dus zeggen dat dus de zijde van mijn grote driehoek 6 keer zo groot is als de zijde van mijn kleine driehoek. Ja, met als gevolg dat die oppervlakte 36 keer zo groot wordt. 36, want dat is 6 tot de 2.